Thomas Maton, vandaag een zege op Charleroi. Dat zijn 3 gouden punten. Ja, het doet zeker deugd. We waren naar hier gekomen om de 3 punten te pakken. En als dat lukt, kunnen we alleen maar tevreden zijn. We komen heel vroeg op voorsprong. Dit gaat ons heel veel vertrouwen. Ja, ik denk dat we na 14 minuten al 2-0 voorstaan. Weliswaar met geluk, die tweede. Maar goed, dat doet er niet toe. En, we hebben dan geknokt de tweede helft. Het was niet mooi om aan te zien, denk ik, bij momenten. Maar goed, de zee is binnen. Ja, zo schuiven we opnieuw heel wat op in het klassement ook, hè? Ja, het was de bedoeling om 6-6 te pakken, de 2 voorbije matchen. En dat is gelukt. Dus schuiven we goed op. En dan gaan we proberen voor te zetten nu. Ja. Nu, je zei, Charleroi kreeg kansen, maar ze konden dreigen. Maar echt heel gevaarlijk konden ze toch ook niet zijn, hè? Nee, in de eerste helft weliswaar leden we ter balbezit, waardoor we een beetje in de problemen kwamen, toch, vond ik. Dat we zelf niet genoeg balvast waren, maar ze deden er inderdaad niet echt zoveel mee. Maar goed, als dat gooitje valt, krijg je het nog moeilijker natuurlijk. Dus met wat geluk staan we 2-0 aan de rust. En denk dat we de tweede helft wel iets compacter stonden en minder weggaven. Dus ja, niet slecht. Dat zijn 3 punten. We gaan met heel wat rust naar dat voetbalvrije weekend, hè? Ja, natuurlijk. De extra deugd als je dan 2 weken geen match hebt, dat je met een positief gevoel kunt afsluiten. Dus we kunnen alleen maar hopen omdat we in die 2 weken goed kunnen werken en dan klaar te zijn voor de volgende match.